Beste van Botlek TV, kijkers, hartelijk welkom bij alweer de derde aflevering van Zomaar een Hoogvlieten. En we staan hier de heerlijkheid op de rand van de Shell, de A15, Botlektunnel en Hoogvliet, de bewoonde wereld. En een prachtige groene strook hier zo. Vandaar de naam Heerlijkheid. En we gaan praten met de cultuurregisseur. Regisseuse moet ik misschien wel zeggen. Tizia Kietenbaan. En ze heeft heel wat te vertellen. Niet zozeer aan mij, maar aan u. Of aan jou. Want als je Tizia hoort praten, dan weet je gelijk, hey, dat is de klok en nu heb ik hem horen luiden. Voor een kleinschalig, maar voldoende draagkrachtige subsidie. Voor jou of uw activiteit. Hier in Hoogvliet of in Pernis. We gaan naar binnen. Gaat u mee? Zomaar een Hoogvliet, alhoewel, niet zomaar een Hoogvliet, nee, iemand met invloed. Invloed in de cultuursector. Ze is cultuurregisseur. Ja, en wat dat precies inhoudt, dat gaat ze zo meteen zelf vertellen. Tizia, we ontmoeten elkaar hier in de heerlijkheid. Ja. En dat is een favoriet plekje van jou, want jij hebt gezegd van nou, als je me wil interviewen, dan zou het kunnen bij de heerlijkheid. En nu zijn we hier. Welke reden? Waarom? Nou, eigenlijk dacht ik meer van we moeten buiten zijn in verband met de maatregelen. Ja. Maar dat liet het weer dus weer niet toe. En ik dacht buiten is het park juist heel mooi hier bij de heerlijkheid. Alleen gelukkig kon we weer ook binnen terecht. Ja, dus, we zitten goed anderhalve meter van elkaar. Ja, we zitten op afstand en er is geen publiek. Niet, geen andere mensen. Dus, maar we gaan daar ook nog even buiten kijken. Dan kan je de plekjes aanwijzen waar je een beetje verliefd op bent geworden. Ja. Ja. De heerlijkheid, ja, goed. Hoogvliet en de cultuurregisseur. Ja. Ik zal het nog wel een paar keer verkeerd zeggen, want het was vroeger de cultuurscout, maar dat is niet meer zo. Ja, het is veranderd. Jullie zijn gestopt met scouten. Je hebt alles al gevonden. Je hoeft niet meer te scouten, je weet waar het talent zit in Hoogvliet. Ja, nee, we zijn niet helemaal gestopt met scouten, maar we hebben een beetje een andere rol gekregen. En dat komt omdat sinds dit jaar hebben wij ook geld in ons bezit die wij dan zelf aan de bewoners of instellingen in de wijken kunnen gaan verdelen. Oh, dan zou je wel heel veel vrienden hebben inmiddels. Ja, zou je denken, maar ook ondanks de maatregelen laat het een beetje op zich wachten, maar ja, we doen ons best. Ja, want ik kan me voorstellen dat dat wel veel sneller dan werkt. Ja. Hè? In het begin. Voorheen, ja. Gesprekken, formulieren invullen en dan moet er nog ergens geld vandaan komen. Het zij van de gebiedscommissie, het zij vanuit andere hoeken. Ja. En nu zijn jullie ook penningmeester. Ja, dat klopt. Het geld zit nu dichter in de wijken, dat was ook het idee daarvan. Voorheen de gelden lagen bij de gemeente afdeling cultuur. Die subsidies heten voorheen Snelloket en Kunst en Cultuur in de Gebieden. En dat geld hebben ze gezegd van nou, jullie cultuurregisseurs zitten zo diep in de wijken. Jullie hebben direct contact met de mensen en initiatiefnemers. Dus is het niet makkelijker dat dat geld dan op die manier verdeeld wordt. Ben jij al lang cultuurregisseur in Hoogvliet en Pernis, hè, normaal? Ja, bij de gebieden werk ik sinds 2016, dus dat is 5 jaar nu. Ja. En voorheen heette het dus inderdaad cultuurscout en sinds dit jaar cultuurregisseur. Ja, kan je kort uitleggen wat een cultuurregisseur doet, waaruit de functie bestaat? Ja, wij zitten in elk gebied van Rotterdam. Er zit een cultuurregisseur en wij helpen eigenlijk alle bewoners, maar ook instellingen, organisaties met hun culturele plannen die ze hebben voor de wijk. Dus het gaat wel echt, het is voor en door bewoners. Dat is de bedoeling.
En die ondersteunen wij. En dat kan zijn met een financiële bijdrage, maar ook het schrijven van een projectplan. Welke kanten moeten ze op? Een koor die een ruimte zoekt. Noem maar op, eigenlijk alle kunst. Het gaat niet altijd om geld, het kan ook gaan om middelen en mogelijkheden. Samenwerkingspartners zoeken, plekken in de wijk, ons netwerk delen. Ja. Ja, daar hebben we net het Eurovisie Songfestival hebben we achter de rug. Ja. En lokaal heel Rotterdam zingt en ook in Hoogvliet is er gezongen. Ja. Victoria Pompa, Stichting Fika, allemaal bekend. Ja. Is dat dan ook een organisatie die dan bij jullie aanklopt? Ja, zeker. Ik werk heel veel samen met Victoria, want naast het Eurosongfestival organiseert zij ook heel veel andere projecten. En die ondersteunen wij dus ook inderdaad. Hebben wij nauw contact mee. Dit jaar, hoe kunnen inwoners van Hoogvliet, Benis, omstreken een beroep op jullie doen? Moeten ze dan door allerlei paparazzen heen of digitaal alles invullen? Of is het ook van we bellen jou en je helpt ons op weg? Want het is vaak ook een hele papierbrei. Klopt. En daarom is het zo fijn dat wij zelf dus dat geld beheren. Omdat wij zijn in principe altijd al het eerste aanspreekpunt geweest voor bewoners. We zijn inderdaad eigenlijk op alle manieren te bereiken. Dus het kan zowel digitaal als mij gewoon een belletje geven. Het kan dus via de website, maar het kan bijvoorbeeld ook door mij gewoon direct te mailen op mijn mailadres. Hoogvliet@cultuurconcreet.nl. Ja, het is lekker laagdrempelig. Ja, het is heel laagdrempelig. He, want mensen die goed kunnen schrijven, mooie projectplannen kunnen maken. Ja. Voorheen hadden die zeg maar een stuk voorsprong. Ja. En iemand in de wijk, laaggeletterd of niet wetende hoe je dat allemaal moet doen. Die bleven een beetje achteraan zitten, maar die hebben vaak de mooiste ideeën. Precies, en die zijn vaak ook heel goed in het uitvoeren van de ideeën. Maar ja, niet iedereen heeft in zich om dat goed op papier te zetten. Maar daar helpen wij dan ook, kunnen wij ook die mensen mee op weg helpen. Ja. Dan zit je vanaf 2016 zit je hier in Hoogvliet. Ja. Zijn er een aantal pareltjes die jij hebt ontdekt? Ja, nou ja, je noemde er net al één. Victoria Pompa, dat is inderdaad zeker een pareltje. Die doet veel voor kinderen, maar ook volwassenen, poëziemiddagen. Jalal Melody, ik weet niet of je die ooit hebt ontmoet van Bubblegum Entertainment. Die organiseerde Future Talent. Ligt nu helaas ook even stil door omstandigheden. Maar dat is ook zeker een pareltje. Ja, want al die pareltjes hebben eventjes stilgelegen. Die moeten eigenlijk goed opgepoetst worden na de corona. Ja. Maar in de coronaperiode is ook heel veel via livestream gegaan en op andere manieren. Ja, een aantal dingen zijn inderdaad middels livestream, online workshops hebben plaatsgevonden. Maar ook een evenement in het verzorgingshuis waarbij de silent disco koptelefoons werd gebruikt. Zodat mensen toch in hun eigen ruimte konden genieten van muziek of iets dergelijks. Ja. Dus en afgelopen zomer heeft het toch ook wel het een en ander kunnen plaatsvinden in kleine kringen. Is het hier ook, zelf ben ik ruim bekend in Sjaloer met allerlei initiatieven. Ja. En daar hebben ze het koken geloof ik uitgevonden. Dan vinden ze het heerlijk om te koken en daar wat faciliteiten voor te vragen en mogelijkheden. Als je dat dan zo ziet, het wordt gekookt voor je neus en je kan er niet bij omdat het achter de scherm is. Je wil dan natuurlijk ook opeten. Ja. En koken en eten, dat is een verbinding, hè? Ja, klopt. Hoogvliet ook? Veel initiatieven op dat gebied? Nou, ik moet zeggen, wij vanuit cultuur ondersteunen niet direct eetactiviteiten, want dat heeft dan niet... Ja, maar de sociale cohesie eromheen, de activiteiten. Dus als het een onderdeel is van de kunstzinnige activiteit, kan het wel eens vergoed ook worden. Maar alleen maar iets met wat met eten te maken heeft, dat ondersteunen wij dan niet. Nee, je kan niet naar jou toe gaan voor, ik heb trek in een zak patat voor bramladage. En dat wil ik voor de buurt organiseren. En dat wil ik voor de buurt organiseren, nee. Nee, dat past dan niet. Dat begrijpen de meeste mensen wel, denk ik hoor. Ja. Dus het moet wel iets kunstzinnigs, iets met muziek, iets met theater, noem maar op. Weet je dat er wel bij betrokken is. Nou heb ik jou op TikTok gezien, ik heb jou zien dansen samen met een vriendin. Ja. En dat doe je fantastisch goed. En ik kan me ook zo voorstellen dat er heel veel kinderen die daarnaar kijken en denken, oh ik wil ook dansen. Ik wil ook zo heerlijk lekker bezig zijn, activiteiten daaromheen.
Maar kinderen, komen die nou ook in aanmerking voor een financiële vergoeding? Of gaat dat altijd weer bovenover papa's, mama's, managers? Ja. Over het algemeen moet het inderdaad via een persoon gaan die 18 plus is, lijkt me. Want ja, je hebt een bankrekening nodig waar het geld opgestort moet worden. Dus dan gaat het waarschijnlijk wel via de ouders. Maar kinderen kunnen dus ook een beroep doen op de cultuurregisseur. Ja, zeker. En dan help jij ze op weg, dan vertel je ook van hoe dat allemaal rijlt en zeilt en wat ze ervoor moeten doen. Ja. Ja, dat kan. Als zij vragen hebben over iets kunst, in de richting van kunst, dan zijn zij ook welkom. Ja. Wat is eigenlijk kunst voor jou? Voor mij? Dat is een goede vraag. Ja, voor mij is kunst iets waar je zelf in kunt uiten en anderen daarmee ook een soort van kan beïnvloeden op een positieve manier. Ja. En jezelf kan ontwikkelen tot de persoon die je wil zijn. Ja. Mooi. Je bent zelf, heel stiekem nu zachtjes gezegd, geen echte hoogvlietse, hè? Nee. Geboren in Wageningen. Ja. En naar Rotterdam gekomen om daar te studeren. Ja. Om vervolgens, net zoals zoveel gelukkig maar, om hier te blijven. Wat trekt Rotterdam zo in jou? Nou, ik vind Rotterdam gewoon... Ja, Wageningen is klein. Dus het grootste wat hier is, dat vind ik gewoon al heel interessant en mooi en fijn. En daarbij, toch de type samenleving denk ik ook. Hartstikke multicultureel. Ik voel me gewoon thuis en... Ja, dat is wat mij eigenlijk wel trekt, ja. Maar inmiddels door je werk en door alles wat je eromheen doet, een bekende hoogvlietser geworden. Ja, dat denk ik, hoop ik. Ja, nooit gedacht om naar Hoogvliet te verhuizen? Ja, wie weet in de toekomst. Tot nu toe zit ik goed waar ik zit, maar als ik hier ooit een mooi plekje vind, waarom niet? Hoogvliet wordt wel steeds leuker, hè? Ja. Mooiere woningen. Het is natuurlijk een hele groene wijk. Ja. We zitten hier eigenlijk aan de rand van het ruige plaatbos. Ja. Schitterend mooi. Ja. En qua culturele activiteiten zijn de Hoogvlieters best actief. Ja, zeker. Ja. Al moet ik zeggen, ik vind dat er wel nog meer mag plaatsvinden in het gebied. Ja. Maar er zijn zeker genoeg actieve Hoogvlieters die wat voor de wijk willen. Ja. Jouw taak... En de huizen van de wijk. Ja. Waar zit de combinatie? Nou ja, de huizen van de wijk, vooral hier in Hoogvliet, dat kun je ook zien als culturele locaties. Dus wanneer mensen iets willen organiseren, gebeurt het al snel op zo'n locatie. Die locaties zelf hebben soms ook plannen, dus daarvoor word ik dan ook ingeschakeld om mee te denken. Of ken ik nog iemand, of wat vind je hiervan? Dus in die zin hebben wij dan, zeg maar, die samenwerking. Tiziana, hebben jullie geen bakken met geld, hè? Het zijn bescheiden bedragen, vaak om een start te geven. Ja. Maar als mensen nou een fantastisch leuk idee hebben en jullie kunnen wel een aanjaarfunctie met een beetje geld, kan je dus daar gestalt aan geven. Mm-hmm. Kunnen de mensen dan ook naar de gebiedscommissie voor een bewonersinitiatief? Het budget is niet heel erg hoog voor Hoogvliet helaas. Waardoor wij inderdaad een impuls kunnen geven, een aanjaagbedrag. En in de hoop daarmee dat het in combinatie met bijvoorbeeld een bewonersinitiatief wel mogelijk gemaakt kan worden. Ja. Ja. Ik heb het al even over je danstalenten gehad. Ja. Zing je er ook bij? Nee. Nee, dat niet? Zingen niet. Dat nee, niet? Nee. Als je nou een oproep kan, mag, en misschien wel moet doen van ons, tussen aanhalingstekens, richting de Hoogvlieters en de mensen uit Pernis. Ja. Waartoe zou je ze willen oproepen? Nou, heb jij ook een leuk idee voor je medebewoners, voor de wijk, voor de buurt, op het gebied van kunst en cultuur? Denk aan iets met muziek, theater, circus, het kan allemaal. Schroom niet om mij even een berichtje te sturen. En dan kunnen we verder praten en kijken of we het idee tot werkelijkheid kunnen brengen. Letitia, we hebben net een leuk interview gehad, denk ik. Ja. Mensen hebben niet alleen kennis met je gemaakt, maar weten ook wat je doet en wat cultuur concreet inhoudt. Maar we hebben de mensen ook beloofd om even buiten te kijken. Ja, leuk. Waarom jij de heerlijkheid hebt uitgekozen om dit interview te hebben. Ja, zullen we even naar buiten gaan? Ja, leuk.
Gaat u mee? Nou, we staan hier buiten de heerlijkheid. Het is nog een beetje fris. Je zou toch niet zeggen dat het eind mei is, zo'n beetje. En daar hebben we de Chill Hill. Nooit van gehoord. Ik ben er ook nog nooit op geweest. Maar Tietje wel, hè? Ja. Dat is jouw favoriete plekje. Nou ja, favorieten, één van de favorieten. Maar ja, wat ik zo fijn hier vind, is het super cool. De Chill Hill, daar kun je lekker chillen. Lekker zitten en dan heb je een mooi uitzicht, ja, over nou, dit groene gebied. En daarom vind ik het wel prettig, ja. Mooi. Ja, het wordt niet zo echt gebruikt, hè? Het zou toch meer... Eigenlijk jij als cultuurregisseur zou initiatieven die hier worden genomen misschien wel een extra puntje kunnen beoordelen. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk altijd te maken met het weer in Nederland, dus dat is een beetje lastig. Maar inderdaad, je hebt hier een hele mooie buitenplek om leuke activiteiten te organiseren. Dus kom maar door, zou ik zeggen. Mensen moeten erover nadenken. Ja. En via jou, kom maar door. Ja, ja. De zomer komt eraan. De zomer komt eraan. En nu moet ook bijna alles buiten plaatsvinden, dus mooie plek lijkt mij. Mooie plek. Ik denk dat we daarmee moeten afsluiten met een mooie oproep van Tietje. Ja, bedankt. Jij ook. Tot ziens.